Na een roerige politieke zomer komt vandaag de Tweede Kamer terug van reces. Een politiek verslaggever, Tessa van Viegen, is in Den Haag en ze staat nu of zometeen naast de nieuwe lijsttrekker van het CDA, als het goed is. Goedemorgen. Ja, dat klopt, Maaike. Ja, je kan zomaar het reces ingaan als Tweede Kamerlid en eruit komen als lijsttrekker van het CDA. Dat gebeurde bij Henry Bontebal. Goedemorgen, meneer Bontebal. Goedemorgen. Ja, dat was wel even schrikken. Ja, dat kan ik me voorstellen. En na vandaag dus ook nog fractievoorzitter, want u krijgt zo meteen het stokje overgedragen, hè? Ja, bij ons is het wel goed gebruikt dat als je lijsttrekker wordt en je komt uit de fractie, dat je dan ook meteen het hamertje overgedragen krijgt. Dus dat gaan we straks doen. Nou hoorde ik ook u gisteren uw verkiezingsprogramma presenteren. Daarin ging het veel over normen en waarden. U heeft de leer van Balkenende nog even afgestoft. U gaat niet echt met de tijd mee? Ja, ik denk dat wij helemaal teruggaan naar wat we ooit waren. Ik denk dat we het beste van onszelf juist weer uit de kast halen. En u zult een aantal dingen herkennen uit het verleden. Maar we doen dat denk ik met een nieuw jasje en ook met nieuwe thema's. Dus ik ben er heel blij mee dat we juist deze koers weer oppakken. Nou vinden de kiezers vooral woningbouw en asiel belangrijk, blijkt uit de peiling. Normen en waarden staat niet hoog in het lijstje. Nee, maar normen en waarden is wel een thema wat daar dus weer onder ligt, hè. Dus het begint met de vraag, hoe kijk je naar woningen? Is dat een markt of is het vooral volkshuisvesting? Ja, denk je al, ik denk dat je daar al een verschil in aanpak ziet, hè. Dus wij zien een huis, een woning niet als een verzameling stenen, maar als het bouwen van gemeenschappen. Dus met welk perspectief je kijkt is denk ik al heel belangrijk. En dat wordt concreet in beleid. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met starters, jonge mensen die een gezin starten en op de woningmarkt niet terecht kunnen. Nou, wij zeggen ga voor die jongeren ook woningen bouwen, zodat zij straks met hun gezin daar kunnen zitten. Dus normen en waarden vertaal je uiteindelijk in concreet beleid. Het is natuurlijk nog niet zeker hoeveel zetels jullie gaan halen. Dylan Jezielkes van de VVD zit bij ons in de studio. Stel, u mocht in aanmerking komen om met hen te gaan regeren. Zou je dat nog zien zitten, ondanks de val van het kabinet? Dat zou heel erg afhangen van het aantal zetels dat we zelf halen. En of wij in staat zijn ons verhaal goed voor de bühne te blijven brengen. En dat wordt mijn criterium. Ik heb idealen en die heb ik verwoord in een verkiezingsprogramma met het hele team, met de hele club. En daar staan allerlei maatregelen in. En wij zullen ons huid heel erg duur gaan verkopen. Kijk, de huid wordt duur verkocht hier in Politiek Den Haag. Henry Bontebal gaat hier zo meteen een speech geven om het politieke jaar af te trappen. Dankjewel, Tessa.